Futur Sample en Futur Proche. In het Nederlands heet de Futur Sample de onvoltooid toekomende tijd. In deze vorm zeg je dat je iets zal doen. De Futur Sample maak je door de vervoegingen van het werkwoord avoir achter het hele werkwoord te zetten. Bij de wij-vorm en de jullie-vorm gebruik je niet de gehele vervoeging van avoir, avant en avé, maar alleen de uitgang on en e. Als je dus bijvoorbeeld het werkwoord parler, praten, hebt, dan wordt dat vertaald met je parlerai, ik zal praten. Bij werkwoorden die eindigen op re, valt de laatste e weg in de futur sample. Dus bijvoorbeeld nous prendrons. Wij zullen nemen. Er zijn een aantal werkwoorden die onregelmatig zijn in de futur sample. Bijvoorbeeld être, dat woord te sera, jij zal zijn. Of vouloir, dat woord je voudrais, ik zal willen. Deze zul je uit je hoofd moeten leren. In het Nederlands heet de futur proche de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd. In deze vorm zeg je dat je iets gaat doen. De futur proche maak je met aller, gaan, plus het hele werkwoord. Aller vervoeg je aan de hand van het persoonlijk voornaamwoord. Het hele werkwoord blijft altijd hetzelfde. Ik ga praten wordt dus bijvoorbeeld je fais parler. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.